Aan de Frans Bekkerstraat in Rotterdam-Charlois heeft donderdagmiddag een grote brand gewoed in een woning. Het vuur brak vermoedelijk uit op de bovenste etage van het pand. De brandweer had enige tijd nodig om het vuur te blussen. Er werd onder andere een autoladder ingezet om het vuur vanaf bovenaf te bestrijden. De schade in het getroffen pand is aanzienlijk te noemen. Omliggende woningen hebben ook fikse schade opgelopen. Een persoon is nagekeken door het ambulanceteam. Hij had klachten van rookinhalatie. Het ontstaan van de brand in de Frans Bekkerstraat in Rotterdam, dat is nog onbekend.